Wie had gedacht dat ons verhaal internationaal zou gaan? Voor de manier waarop Jets jaarlijks 100 jongeren en tientallen bedrijven in hun kracht zet. En dat we ondanks alle critici zijn uitgegroeid tot een organisatie met 15 gepassioneerde coaches. Terwijl we zijn begonnen op een slaapkamer met 3 vrienden. Aan de slag met een methodiek gebaseerd op mijn college basketbalavontuur in de Verenigde Staten. Een droom die zijn oorsprong kent op de pleintjes in de wijk. Basketballen met vrienden. Maar zonder het privilege van een warm huishouden, vol met aandacht, structuur, discipline en liefde, had mijn droom, dit verhaal, nooit het licht gezien. Ik moest iets doen. Voor alle jongeren die opgroeien met dezelfde dromen, maar zonder de rolmodellen om hen te begeleiden die dromen waar te maken. Iedere droom, ieder succesverhaal heeft een waarom. Wat is die van jou?